Ik heb gisteren een beslissing gemaakt. Aha. Jörg, die heeft een commentaar geplaatst op een video van mij van de Psalmen, Perry. Van de wat, En bitte? die vraagt mij aan, ob ik ook een bepaalde andere Psalm kan noemen in de beschrijving van de video, in de tekstbox. En ik heb het gelezen en ik heb het Vergeleken. Ja, vergeleken. vergeleken met de King James Bible. En alweer zijn zware fouten in de Slachterbijbel. Dus heb ik nu mijn complete editie van de Psalmen heb ik nu niet meer online. Want Oei. die is total fout gemaakt van die Slachter. Die is niet correct vertaald in Deutsch. Dat is zo zwaar deze keer, dat ik gezegd heb: oké, ik doe van nu geen quote van de Slachter meer. Oh, okay. Ja, dat is nu, ik weet niet hoeveel, de 12e of 13e of 14e of 15e keer dat ik heel moeilijkheden heb met de Slachter. En ik heb nu drie verschillende Bijbels hier liggen. En daar is geen enkele Duitse vertaling van de Bijbel die goed is. Okay. Geen enkele. Als de Schlachter niet goed is, dan moet ik je da toestimmen, want al die anderen zijn allemaal niet in orde, dat weet ik maar. Je hebt toch tot nu toe hier altijd de Duitse gelesen en we hebben toch met die Duitse hier nog tot nu toe, als we fouten ontdekt hebben, hebben we daar nog over gesproken, juist om dat op te dekken. Zou Ja, je maar hier dan ook die Duitse Schlachter niet meer bijpakken? ik kan niet de hele keer voor hem samen, wat kan ik nu een onderzoek maken Nee. en ne, Nee, dat ik vraag voor deze ja. Opnahme, Ja, Michael. ja, ja, ja. Je gaat hier doch noch die Ja, Schlachter selber lesen, oder wie? ik kan het ja nu vergelijken hier met de Engelse Ah en ja, met de Nederlandse. alle Ja. Maar als ik mijzelf een uitzending maak op mijn kanaal. En daar citeer ik dan die Slachtervertaling. En die is onjuist. Ja. Ja? Dan heb ik daar heel grote last van. En dus dat mag ik niet. Dat ik zou van nu aan alle mijn Skripte en ieder alles wat ik maak, maak ik Wacht nu. mal, wacht mal, wacht mal, was ihr nun vertellt, Michael, da können wir mich jetzt direkt sagen, aus der Aufnahme lobt. Das kann nämlich interessant sein, vor die Menschen, um mich eine Kette beleuchten. Ja. Weil Das hilft ja mit der Bibel sicher zu tun. Das, ich finde, lass uns da eventjes Übergang klappen, Ja, aus aber der da lekker Aufnahme auch an ein lobt Klappe ist. mit, ja, finde ich ein sehr gutes Idee von Jan, Jörg. Ja, als das okay ist für jou, Michael, dann soll ich das vorstellen, dass wir das so tun, oder? Okay. Top. Na, Michael, nehmt da ob, das. Dann könnt ihr ja hier das Startschrott dann geben, ne? Ja, daar ga ik dan. Welkom allemaal. Wij gaan vandaag weer fijn Bijbel lezen. We pakken hem op bij Genesis 10, dus het eerste boek van het Oude Testament. En daarvan het 10e hoofdstuk. We hebben alles tot nu toe minutieus voorgelezen uit de Statenvertaling en de King James erbij. En de laatste stukken deden we ook met de Schlachterbijbel. En dat Duits werd dan voorgelezen door Michael. Als eerste wil ik Michael en Jurke van harte welkom heten. En jullie mogen ook even gedag zeggen tegen de kijkeraars. Ja, Ja, dag dag Perry. Perry. Alle twee tegelijk. Ja, geweldig. De Bijbel staat geschreven: twee kunnen niet samen spreken. Ja, dus dat was Aha. daar juist eventjes voor een Oké. paar woorden het tegendeel bewezen. Ja. En vroeger, als ik nog jong was en ik had een heel goede vriend, Niels, en onze dat ook regelmatig gebeurd, hebben we altijd gezegd: van elke keer als je dat doet, dan zijn we nog 1 jaar langer samen. Dus in feite zouden we, ik denk, 200 jaar moeten samen gaan zijn. Ik heb die vent al 30 jaar niet meer gezien. Zoveel, zoveel dazu. Nee, schon, dass ihr eventjes diese mooie Inleitung getan habt, ich will eventjes twee Dinge hieran zufügen. Ja, wir haben Ja. minutiös, mehr noch mehr, alle Kapitels, alle negen erste Kapitels von Genesis, was volgens mij betekent het begin, gelesen. Wir haben sie geanalysiert, wir haben sie besprochen. Na,
op die manier hoe dat de Heilige Geest ons ingegeven heeft deze Bijbel te verstaan. Ja? Mm-hmm. Ik wil duidelijk maken dat het hier niet gaat over een Bijbelstudie die een leer of een les zou moeten betekenen voor de mensen die er gaan bekijken, maar een hulp om de Bijbel te verstaan. Want wij kunnen alleen maar ons verstaan van de Bijbel weergeven en we grijpen ook op geen andere hulpmiddelen buiten de Bijbel terug, behalve hier en daar waar ik eens een keer die Bijbelcommentaren van Matthew Henry, denk ik, gebruikt heb, die in de King James nogal interessant zijn. Maar ook dat is alleen wat is dat Vlaamse woord? Een tikkel. Daar moet je tikkelen om je gedachten op gang te zetten. Ja. In die richting. Je moet dat als hulp gebruiken. Je moet dat niet gebruiken als van, dat is het ja en een amen. Hè? Dat is het alfa en het omega. Alleen Christus is het alfa en omega. Ja? Ja, en wij proberen alleen maar op deze manier de Bijbel door de Bijbel te laten verklaren naar ons begrip dat wij hebben. En ik kan je garanderen, als wij dezezelfde zendingen nu nog 2 of 3 of 4 keren zouden doen, elke keer gaan wij bij bepaalde versen weer terug andere en verdere ontdekkingen daarmee bijdoen en andere connecties gaan leggen. Dat is gewoonweg zo. Ja. De Bijbel studeren is een opgave voor de rest van je hele leven. En als je ze 20 keer leest, ga je ze 20 keer anders en beter verstaan. Ja? Mm-hmm. En wij hebben niet de intentie om te zeggen van, onze manier, hoe dat wij het zeggen of wat wij hier uitleggen, dat is juist en al die andere dingen, die zijn fout of dergelijke dingen meer. Daar zijn natuurlijk foute uitleggingen. En daar zijn dingen die moeten wikken en wegen. Of die moeten jullie zelf wikken en wegen. En je moet zeggen van, wat maakt meer zin in het licht van de Heilige Geest? En wat geeft de Heilige Geest mij als verstaan in van deze Bijbel? Als ik ze lees, als ik ze studeer, helpt mij dan die explicaties dus die uitleggingen van Perry, van Michael en van Jörg, helpt mij dat of helpt mij dat niet? Als het je helpt, dan is dat goed. En dat is ook als hulp bedoeld. Maar we doen hier geen leervideo's. Ja? Dit is geen bijbelleer. We zijn geen leraars. We zijn geen predikers. We zijn niks verder dan 3 mensen die in Jezus Christus geloven en zo goed mogelijk te proberen als Christus te zijn. Want dat is wat een christen uiteindelijk uitmaakt. Dat hij probeert te zijn als Christ. Of als Christus, ja. En we proberen andere mensen naar het licht te trekken dat Jezus Christus zegt dat hij is. Hij zegt, ik ben het licht van de wereld. Ja, dat is het licht dat wij willen de mensen brengen. Geen, hoe zeg je dat, vrijmetselaars, gnosticisme en dergelijke dingen meer, waar ook allemaal alles om licht gaat. Nee, hier gaat het om Jezus Christus, het licht van de wereld. In hem is de waarheid, hij is de waarheid, hij is het vlees geworden, wordt en daar gaat het over in deze studies. Dat is 1 punt die ik wilde maken. Ja. En als je dan meer kort gaat, wel, dan kun je graag verder kijken en deze video's delen. Als je dan niet meer kort gaat, dan schakel uit. Dan is dit niks voor jou. Ja? Daar zijn gewoon video's waar je een keer op klikt en je zegt van, dat is niks voor mij. Waarom? Omdat je van een andere geest geleid wordt of omdat je niet wilt of weet ik voor welke reden dat ook mogen zijn. Maar als je wel in dezezelfde geest deze Bijbel wilt verstaan, zij van harte welkom voor onze lezing die vandaag over het 10e kapitel van Genesis gaat. Ja, ja, en dan de tweede punt. We vinden het altijd heel leuk om zoiets drietalig te doen. Dat wil zeggen, ik heb zeer weinig video's tot nu toe in Nederlands op mijn kanaal. Dat gaat in de toekomst waarschijnlijk veranderen, maar op dit moment is dat zo, dat er niet al te veel zijn. En deze video's zijn in het Engels omwille van de King James Bijbel, in Nederlands omwille van de Statenvertaling en in Duits omwille van de Schlachterbibel. En we hebben al in het verleden gemerkt, of de opmerking gedaan, vooral Michael en ik, dat de Schlachterbibel wel een goede poging is om de Bijbel in het Duits te vertalen, foutloos, maar dat hier en daar je tegen obstakels loopt, tegen hindernissen loopt, tegen pijlers loopt, om ganz duidelijk te zeggen. Ja? Gelijk als je op straat tegen een lichtpaal loopt, dat doet pijn. Ja. Waarom doet het pijn? Omwille van dat je ineens geconfronteerd wordt met vertalingen die gewoon niet kloppen. En daar heeft Michael nu een beetje meer over te vertellen. Ja, kom maar op, Michael. Ja, goedenavond. Ik heb gisteren een beetje gekeken op mijn uitzending van die boek van die psalmen. Ik dacht dat is een goede idee dat ik die psalmen zou doen op mijn kanaal. Maar ik
Ik had gisteren een contact met Jörg en die zegt van mij, dus Michael, jij moet ook die Psalm 53 noemen in dit geval. En ik zeg, oh, dat is niet dat, dat, die beschrijving die komt niet van mij, maar die is origineel van de slachter. En dan zegt hij, ja, zo, ik zou het graag zien als je jou die Psalm 53 includeert. 53 includeert. En ik heb die Psalm 53 gelezen op Duits. En ik dacht, oké, dat kan ik doen. Maar is dat heel goed te verstaan? Mm-hmm. Want ja, ik dacht, oké, die is een beetje similar als die Psalm 14. En dan moet ik dat ook nu verleggen voor een video van 2 of 3 minuten. Ik denk, dat is een beetje veel werk voor één zo'n psalm. En ik heb dan gekeken op die slachter. En heb me dan vergelijken met die King James. En dan dacht ik, wat is dat? En dan heb ik ook gecheckt met die eSort software. En dan heb ik nu besloten dat ik geen enkele uitzending meer maak alleen in Duits. Want ik heb voor iedere Bijbel, daar is geen goede Duitse vertaling van de Bijbel, van de King James Bijbel 1611. Daar is geen enkele. Ik heb nu verschillende hier leggen, verschillende Bijbels, en daar is geen enkele. En ik heb het vergelijken met die Luther 1545. En daar is ook de laatste vers, die is daar niet. Die is daar niet. En die laatste vers, die is daar fout overgeteld in de Slachterbijbel. En daar heb ik nu echt, wie zeg je dat? Wat? De buik vol, zeggen we dan. Ja, ja, helemaal, ja. Het is zoveel werk, iedereen, daar kijk je, daar vergelijk je, daar check je dat, dit en dat en... Dat is de moeite niet waard, eerlijk gezegd. Ja? Dat is eenvoudiger als je de King James Bijbel noemt, die neem je en dan doe je dat met die Google Translator in Duits vertalen. Dat is eenvoudiger, dat is heel eenvoudiger. Oké. Okay. Ja. Het verbaasde hierbij is toch dat de Slachterbijbel van zichzelf beweert, of mensen die die Slachter vertaald hebben, beweren dat ze als basis dezelfde tekst hadden als die mensen die de Koning James Bijbel vertaald hebben. Namelijk de Masoretische tekst in het Hebreeuws en Aramees voor het Oude Testament en de Koine Griek in het de Textus Receptus, Koine Griek in het Nieuwe Testament. Ja, dat zegt niks. Dat is dezelfde basis, maar dat resultaat is niet hetzelfde. Maar dat resultaat is niet hetzelfde en dat is toch verbazend. En weet je wat ik nog meer verbazend vind, Michael? Waarom will de geest van Satan per se niet dat de Duitsers een correcte Bijbel in handen hebben? Ja, precies. Ik heb je ooit verteld dat ik denk dat de beste solutie is dat iemand die Engelse Bijbel vertaalt in Duits. Ja, dat zou een geweldige ding zijn. Maar dat is de enige manier, denk ik, dat je een Duitse Bijbel hebt die je vertrouwen kan. Ja, die betrouwbaar is. Ja? Je kan het nakijken nu online, je kan het vergelijken en gisteren was ik echt boos op die Slachterredaktion. Ja, en om dus een keer dat verhaal nog een keer duidelijk te maken, waarom dat ik Michael aangeraden heb, Psalm 53 bij te nemen. Maar ging het niet om zijn lezing, want hij was van plan dat hele boek van de psalmen te lezen. Dus vroeg of laat zou hem bij 53 gekomen zijn. Mm-hmm. Maar die beschrijving onder de video's legde uit wat dat boek van de psalmen eigenlijk is. Ja, dat lofgezangen mm-hmm. zijn, voornamelijk van David en zo verder en zo mm-hmm. verder en zo verder. Mm-hmm. En dan stonden erin, en daar zijn psalmen, en daar waren er twee tussen haakjes opgevoerd, mm-hmm. die over het komen van Jezus Christus vertellen. Mm-hmm. En dan zeg ik, uitgerekend Psalm 53, de vergeten of de verboden kapitel, zoals je dat op YouTube kunt gaan zoeken in Engels, ja, The Forbidden Chapter, mm-hmm. wat de Joden niet kennen, wat de Joden nooit en nooit niet geleerd wordt,
een kapitel van, ik weet het nu niet van buiten, ik zou anders eens een keer moeten gaan kijken, Mijn Koning James, maar wat, dat heeft niet meer als, ik denk, 13 versen of 14 versen. Ja, daarvan zijn 9, daarvan zijn 9 versen profetisch over Jezus Christus alleen. Ja, maar jij bedoelt Jesaja 53. Nee, ik bedoel Psalm 53. Was Jesaja 53? Dat is wel interessant. Jesaja 53, ja. Ja. Just. Maar het maakt niet uit, Jörg. Ik dacht dat al. Ik denk, nee, vers 53 is een beetje moeilijk in dat... deze relatie. Maar het is ook goed dat jij 53 noemt. Tenminste, jou meente die Jesaja 53. Ja, daar was ik niet. Ja, dat is Jesaja 53. Ja, en daar dacht ik, nee, dat zie ik niet, ne, met die Psalm 53. Die zie ik in een andere content. Maar op dit manier kwam ik tegen die Psalm 53... 50. En dan heb ik deze vergelijken met de King James Bible en met de Luther en met de Eastward. En dan zegt ik, dat is zo verbazend en dat is niet waar. Dat is helemaal niet waar. Ja? Als in het Duits heb je een compleet andere mening van als in Engels en ook die Eastward. Ik heb een idee. Zullen we dat eens even de koe bij de horens vatten? Ja, dat kun je maken. En dan nu eens even kijken naar de verschillen waar jullie het beide over hebben. Dus dat we Psalm 53 erbij pakken. Ja. Ja. En dan ook Jesaja 53, waar Jörg het over had. Het verboden hoofd. Ja, dat moeten we niet. Ik heb die slachter niet nagekeken naar Jesaja 53, maar naar Psalm 53. Dus dat is de psalm die mij gisteren zo verbaasd heeft en waar ik zeg nee. Also dat, ik kan niet voor een enkele psalm nu ook kijken naar de King James Bible en naar de Eastward voor een psalm van dat maakt niet uit. Ja? Nou kijk, dit is die online... Psalm 53 stel je voor, ja? Ja, ja, ja. Ja, nou ga ik even kijken of ik hem kan vinden. Ja. Ja, daar is altijd al één vers, dat gebruik ik altijd van die van dat liedje van Abigail Miller. Ja, ja, ik weet dat. De eerste vers, hè? Dat heb ik jou in de chatbox geschreven, gisteren. Dat is Abigail Miller, die zingt dat altijd. Ja, 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 ja. Zo. Kijk hier, kapitel 53 heb ik nou geklikt. Ja, ja. Psalm 53. Ja, ja. Precies. Oké, je hebt de Duitse versie. Ik heb hier de Koning James open. Maar ja, de King James ook, die pak ik ook gelijk even bij. Psalm 53 in Duits. Ja, en misschien heb je ook de E-sort op je computer. Ik weet dat niet. Nee, die heb ik niet. Heb je niet. Oké. Okay. Mm-hmm. Zou je dringend moeten gaan bezorgen. Even kijken hoor. Dit is in ieder geval de King James. En dan pak ik ook even de Statenvertaling erbij. Mm-hmm. Okidoki. Okay. Nou, ja, jij hebt dus, dan mag jij het even leiden, Michael. Waar gaan we beginnen met deze? Ja, met de Duitse slachter, alsjeblieft, Perry. Ja. Ja, zo. Dus ik heb nu niet de hele vers vergeleken, maar de laatste. Ja? De laatste vers is de vers 7. Ach, dass aus Zion die Rettung für Israel käme... Wenn Gott das Geschick seines Volkes wendet, wird Jakob sich freuen und Israel fröhlich sein. Dann kann ihr dit nu auch lesen von die Statenvertaling. Aha. Och, dat Israels verlossingen uit Sion kwamen. Als God de gevangenen zijns volks zal doen wederkeren, dan zal zich Jakob verheugen en Israël zal verblijd zijn. Ja. Jo.
Ja, en nu? De King James Bijbel. Oh, de King James. Kijk hoor. Dan zal ik die even lezen. Ja. Mm-hmm. Oh. Daar heb je wel alleen maar vers 6, hè? Ja. Die 7, hè? Daar juist was vers 7, hè? Mm-hmm. Ja, dus daar heb je al een probleem. Ja. Oh, that the salvation of Israel were come out of Zion. When God bringeth back the captivity of his people, Jacob shall rejoice and Israel shall be glad. Ja. En het woord wat hier om gaat is captivity. En die heb je in Engels en in Nederlands vertaald, oké? Uh-huh. Oké? Okay? De gevangenen zien zijn volks op Nederlands. Ja. En op Engels is het bring it back the captivity of his people. En nu kijk je naar de Slachterbijbel. Uh-huh. Das Geschick seines Volkes wendet. Ja. Het geschick is fate in Engels. Ja. 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 Dus het... Het lot. Het lot. Ja. 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 Wat is dat? Dat is niet hetzelfde, hè? Nee. Daar weet ik niet wat dat bedoelt. En ik kan ook waarom heb je een andere nummering? Dat is gewoon omwille van dat je in den eerste psalm, den eerste vers is, in Duits dem Vorsänger nach Machalat, ein Maskil von David. Ja? Mhm. En dus in Engels heb je dat ook staan op de psalm, maar niet als vers 1. Nee, vers 1 is the fool hath set in his heart. Ja? Ja. So, dat is de reden waarom dat je een andere verstelling hebt. Dus dat is een minor probleem, een kleiner probleem. Ja. Maar een groter probleem is deze verkeerde vertaling. En ik zou ook zeggen van, ja maar Jörg of Michael, waar maken jullie nu van een muchen en olifant? Ik kan je maar zeggen, dat probleem is dat de meeste mensen de olifant in de ruimte niet zien. Mm-hmm. Als het ene keer een verkeerde vertaling is, in orde. Maar de Schlachter is zo gezegd, de Schlachter 2000 is zo gezegd de enige Bijbel die van zich beweert, de enige Duitse Bijbel te zijn, Duitstalige Bijbel te zijn, die zich baseert 100% op de originele teksten, die in de geest van de koning James woord voor woord vertaling heeft. Want dat is het grote probleem. De koning James is over het algemeen een woord voor woord vertaling. Geen zinvertaling. Dus geen vertaling van in de zin van, dat en dat is bedoeld en dat schrijven wij. Dat is de koning James, is echt woord voor woord vertaald. En de Schlachter beweert van zich hetzelfde. Dit is weer een bewijs dat het met de Schlachter juist niet zo is. Nee. En dat is een heel groot probleem. En dat is de punt die ik daar een paar minuten geleden maakte, als ik Michael vroeg, waarom heeft de satanische geest zo de nadruk daarop gelegd dat de Duitsers in geen enkel geval een ware Bijbel gaan krijgen? Want Michael heeft de Luther van 1545 opgepakt. En je kunt de Luther van 1526 of wanneer hij ook is, nemen. Je weet, Luther heeft die Bijbel vertaald in 1521. Mm-hmm. Alleen het Nieuwe Testament in het Duits. Ja? Ja. Ik weet niet of dat daar überhaupt Bijbels van te krijgen zijn. Volgens mij is de eerste Bijbel, de meest belezen Bijbel van Martin Luther, die men kan krijgen, van 1536. Die heb ik in hand geschreven, een kopie in mijn living staan. Dat is een enorm groot boek. Maar die schrift in dat Duits daarin, dat is voor een mens vandaag de dag zo goed als onmogelijk te lezen. Het zij dat je daar echt in gestudeerd bent. Mm-hmm. Die Luther van 1545 heeft fouten. Ja? Nu, dat probleem is, in 1545 was de Textus Receptuswerk van Erasmus afgesloten. Die heeft zijn werk begonnen in 1515, 1516. Ja? Mm-hmm. Om dus de Textus Receptus bijeen te doen en is daarmee geëindigd in de late jaren 20, begin jaren 30 van de 16e eeuw. Mm-hmm. Dus als je dan de Luther 1545 hebt, zouden je in het Nieuwe Testament een 100% complete Textus Receptus ter beschikking gehad hebben. Maar die vertaling is in vele plaatsen foutief en niet gebaseerd op de Textus Receptus. Datzelfde heb je met de Luther 1912. Datzelfde heb je met de Luther 1984. Dat is een absoluut satanische Bijbel. Als je die ziet, smijt ze niet in de vuilbak. Verbrand ze. Dat ze nooit in de handen van iemand komt die de waarheid zoekt in die Bijbel. Ja? Mm-hmm. Luther 2017 is minstens even erg. Maar dat is duidelijk dat deze nieuwe Bijbels op niks niet trekken.
Maar dus er is geen enkele Lutherbijbel uitgerekend van die man die geëxcommuniceerd was omwille van zijn leer tegen de antichrist, tegen de paus, dat we van die man zelfs nog geen Duitse Bijbel hebben, die correct in zijn basisteksten is. Dus geen enkele Lutherbijbel is zo en er is ook geen andere Duitse Bijbel op de markt die je kan krijgen, die 100% gebaseerd is op de juiste teksten en 100% korrekt vertaald is van deze teksten naar het Duits, zoals de koning James dat is. En dan moet man zich werkelijk die vraag stellen, waarom willen ze per se niet dat de Duitsers zo'n Bijbel vinden? Want we hebben hier ja ook altijd de Statenvertaling nagelesen. Die Statenvertaling is ja een Bijbel van 1618. Ja, dus maar 7 jaar na de koning James in het Nederlands vertaald. Wat ik heel belangrijk vind om eventjes een keer te vermelden. 7 jaar, een heel belangrijk getal. 7. Ja? En de Nederlanders, die ja verwant zijn met de Duitsers, die krijgen een correcte Bijbel en de Duitsers niet. Daar moet man sich doch eens eine Frage bei stellen, denke ich. Ja, ja. Ich hab nur in der Chatbox hab ich gepostet die Verse 53, 7 von der Luther 1545. Ja, als je daar kijkt, da ist es Gott sein Gefangenvolk. Ja, da ist das Gefangenvolk drin. Ja. Ja. Het is geen mooi Duits, ja. Het is heel oud Duits, ja. Maar dat gevangen volk, ja. The captured people, the captured, ja. Het is helemaal misgegaan om de slachten. En het is dat, ik weet niet, dat de 20e keer of zoiets dat gebeurt. Ja, dat probleem is natuurlijk op den duur. Je weet niet meer welke Bijbel je nog kunt geloven. Ja. En dat is precies die verwarring die de duivel gebruikt. Dat is dezelfde verwarring die hem vandaag de dag in het Engels ook gebruikt, met al die verschillende Engelse Bijbels over de hele wereld, die gebaseerd zijn op de Nestle-Aland-tekst, Westcott en Hort-vertalingen, de Schofield-Bijbel, die eigenlijk een 1611 King James-Bijbel is, maar door verschillende verwijzingen binnen de Bijbel, footnotes en dergelijke dingen meer, en vergelijkende versen, alleen nog maar opgebouwd is om het futurisme te ondersteunen. Of dat je nu in Engels de ASV, ESV, NASB, NIV of hoe dat ze ook allemaal noemen, corrupte Bijbel in de handen hebt. Iedereen heeft een andere vertaling. Ja? En als je dus van de ene Bijbel naar de andere gaat, en je hebt overal iets anders gaan staan, wat doe je dan als iemand die de waarheid zoekt? Over het algemeen. Ja, dan, ik zeg nu niet iemand die echt van de goede geest ondertussen, laat als we zeggen, echt geleid wordt. Die gaat naar de echte Bijbel komen. Maar 99% van de, tussen aanhalingstekens, gewone mensen, die smijten gewoon die Bijbel weg. Ja. Die zeggen van, als er nergens niet dezelfde dingen in staan, hoe kan ik deze God dan geloven? Ja, weet je Jörg, dat probleem is dat ik maak verschillende uitzendingen. Als Perry doet en als Ja ook doet. En wij maken ook uitzendingen als deze samen. En dat mensen luisteren naar jullie of naar mij. Ja, en die denken, oh, als Michael nu een uitzending maakt op zijn kanaal of met anderen samen of zoiets, oh, dat kan je betrouwen. Ja, die maakt dat voorzichtig en die maakt dat goed. En daar kan je hem betrouwen. En ik kan de slachter niet meer betrouwen. Dat zijn te vele foutjes hier drin. En dat zijn niet foutjes, dat zijn fouten. Mm-hmm. Ja, ik geef je gelijk. Ja. Ik wil er helemaal niks van wegnemen wat je zegt. Ja, dat is het probleem. Ik heb er heel veel een beetje arbeid mee gemaakt. Ik heb 55 psalmen opgenomen. Ja, en ik heb daar heel geen zin van een ding op de uit te zenden. Ja, waar ik niet mee eens met ben. Want ik kan niet helemaal iedere psalm nu ook met de King James vergelijken en met de Israël, dat voor een psalm, ja. En dan heb je nog mensen die hebben geen verstand, niet waar ze stom zijn, maar die weten niet, oh, is dat een psalm van David, is dat dit, is dat dat, die kennen de hele story van de geschiedenis van de Bijbel niet, ja. En dus dat, ik ben daar zo boos op, dat ik zeg, oké, als ik
ik van nu aan een script maak of wat, dan maak ik dat met de quote, niet van de slachter, als wij dat gedaan hebben. Dan maak ik dat met de King James Bible. Dan laat ik dat door een Google Translator lopen. En dan zie ik, als ik dat lees, live of zoiets, dan zie ik, is da ieder een fout drin, dan vergelijk ik. Maar dan ben ik beter mit, als ich die Schlachter vertraue auf so etwas. Ja. Ja. Wie ist die Schlachter tot stand gekommen? Welche Organisation hat das auf sich genommen? Das ist eine sehr interessante Frage. Mir ist allein bekannt, weil ich habe das nooit nicht zu deep recherchiert, dass ich denke, Rudolf Ebertshäuser dabei betrokken was. Die ist redelijk bekannt. Ich habe da auch ein paar Dinge von abgenommen, weil die heeft. Die heeft een boek geschreven over de vervalsingen van de Bijbels. Ik kom nu eventjes niet meer op de titel. En heeft er nog een klein boek mee bijgedaan. Waar hem in een tabel 300 punten aangehaald heeft. Zowel in het Nieuwe als in het Oude Testament. Waar dus al die andere Bijbels niet de originele teksten gebruiken. En dus een verschil te zien is tussen de originele tekst. In Engels de King James, als je zo wilt. Maar het gaat dus over de Masoretische of Textus Receptus. En de ware dingen. Dus dat er dingen uit weggelaten zijn. Zoals bijvoorbeeld door Jezus zijn bloed is in verschillende versen in het Nieuwe Testament weggelaten. Door zijn bloed. Ja? Dus dat hij door zijn bloed ons witgewassen heeft. Daar zijn verschillende versen in het Nieuwe Testament waar dat is. En die heeft dat boek onder andere uitgebracht en leek me eigenlijk een zeer interessante mens. Maar ja, nog altijd niet perfect natuurlijk, in veel dingen, maar zwart. Die zat mee op dat comité, daar waren een paar mensen, ik denk 5 mensen of zoiets, die zich daar samengevonden hebben om te zeggen van wij gaan die originele teksten vertalen naar het Duits. En op het eerste zicht lijkt dat ook goed, want ik heb vroeger altijd de Schlachter 51 gebruikt, 1951. Maar dat viel me dan op als ik vergeleek met de King James, dat er daar fouten in zijn. Maar dat viel me dan ook op met de Luther. En dan was ik echt gefrustreerd. Ik heb als Duitser geen enkele goede Bijbel. Ik heb toen in de tijd, daar kunnen we een keer teruggaan naar mijn allereerste video's. Dus video's die ik gemaakt heb in Duits. 2016, 2017. Mm-hmm. Zeker 2016, 2017 weet ik al niet meer. Maar ik denk 2017 ook nog. Daar heb ik de Schlachter 2000 nog verdoemd. Ik zeg, dat is geen goede Bijbel. Mm-hmm. Maar ik heb het nooit gerechercheerd. Dann habe ich pas later damit begonnen zu recherchieren. Ich habe tot nu toe alleen maar mij bezig gehouden mit der Engelse Bijbel. Omdat ich auch via der Engelse Bijbel, omdat Gott mij geleid heeft naar hem, so moet ich jetzt sagen, nicht andersom. Gott heeft mij gefunden und geleid naar hem door gebruik te maken van der Engelse Bijbel. Ich habe nooit eine andere Engelse Bijbel in mijn handen gehad als de King James. Darum bin ich auch alleen maar op die Fouten gestoten in die andere Engelse Bijbels door Uitzendingen van andere mensen. Zoals onder andere in de tijd Walter Veit. Battle of the Bibles, ja, die da ein Video over gemacht heeft. 3 verschillende. Ja, the Battle of the Bibles, the Changing of the World, Part 1 en D, Deel 1 en Deel 2. Mm-hmm. En deze video heeft hem ook vertaald naar het Duits en heeft dat genoemd de Kampf der Bibeln. En heeft daar ook een video van gemaakt. Of dat hem dan nu die Schlachter 2000 gepromoot heeft, dat weet ik zelfs niet meer. Mm-hmm. Maar dat was de eerste keer dat ik me echt daarmee bezig gehouden heb. Dat ik zei van, ach kijk eens, hoeveel bedrog in deze wereld. Hetzelfde, dat woord van God wordt vervalst. Natuurlijk wordt het woord van God vervalst. Logisch. Want het staat in de Bijbel geschreven. Ja? De Satan is veranderd in een engels des lichts. Daarom is het ook niet verwonderlijk dat zijn medewerkers verwandeld zijn in medewerkers van de gerechtigheid. Waar vinden we vandaag de dag dan medewerkers van de gerechtigheid? Of denken we ze te vinden? Mm-hmm. Ja, in de kerk. In de kerk natuurlijk. Ja, en die mensen die in de kerk zijn, zijn allemaal door Satan of door de Jezuïeten, of hoe je het ook wilt noemen, gecorrumpeerd. Hij predikt van de kansel zijn valse leer. Dat is het probleem. En als men zich daar niet mee bezighoudt, dan is men heel gemakkelijk gevangen in een leugen. En dat is Michael nu juist gebeurd. Ik vind het heel erg dat hem de moeite gedaan heeft om 55 psalmen te lezen voordat hij erachter gekomen is dat die gedeeltelijk niet correct vertaald zijn. Ja. En dan heeft Michael dat enige gedaan wat correct is. Hij heeft al die lezingen weggesmeten en gezegd van no way, daar teken ik mijn naam niet onder. En daar heeft hem gelijk mee, want het spijt ik voor al die verloren moeite. Ja. Want dat is het uiteindelijk. Ik was nu in mijn slaapkamer en heb daar opgepikt mijn oude schoolbijbel. En ik heb die hardcover niet meer. Ik weet niet waar die is. Ik weet het zeker dat het een herderbijbel is.
Ik denk dat die vijfde of zesde jaar heb. Dat was ik 1977. Huh? En dat staat hier in Psalm, dat is een katholische, universaal vertaling. Ne? En dat staat in Psalm 53, en dat is een, ik heb daar verschillende opmerkingen in deze Bijbel, ik heb daarmee gewerkt voor 20 jaar. Ja? Daar wist ik niet van de verschillende Bijbels. Dat staat op pagina 641, Psalm 53, 7. Ach, käme doch von Zion Hilfe für Israel, wenn Gott einst das Geschick seines Volkes wendet, dann jubelt Jakob, dann freut sich Israel. Dus dat heb je ook in een katholieke eenheidsvertaling van 1978. Dat is hetzelfde als die Slachter. Das Geschick, ja. Ja, Geschick, ja. En dan... Dat is toch een beetje verbazend, denk ik. Hè? Dat de slachter, die zichzelf correct noemt, hetzelfde foute vertaling hebt als een katholieke Bijbel. Ja? Dat is punt nummer 1. Punt nummer 2, het wordt nog heel komisch. Ik heb een andere Bijbel hier liggen. En die is op Psalm 53... 6, want de eerste is, die is niet daar, ne? Deze Psalm Davids, et cetera. Ja, dus, gelijk in de koning James dus, ja. Gelijk, ja. En die staat hier, ach, käme doch nur aus Zion Rettung für Israel, wenn Gott sein Volk aus der Gefangenschaft zurückholt, was für eine Freude für Jakob, ganz Israel soll jubeln. Ich habe das auch baut vorgelesen, ja. Denn als ich das juist vorlese, was da precies drin staat, Wort für Wort, dann weet je, welke Bijbel das ist. Und nun leuchte, ach, käme doch nur aus Zion Rettung für Israel, wenn Jehova sein Volk aus der Gefangenschaft zurückholt. Okay, das Jehovah's Witnesses. Da habe ich verschiedene Bibels von auch. Ja, das self, bei der Gezeugnis von Jehova, da ist diese Vers, diese Psalm korrekt. Maar niet in de katholische eenheidsvertaling en niet in de slachter. Mm-hmm. Dat vind ik een beetje verbazend. Nou ja, het is natuurlijk niet verbazend als je weet dat Satan de, tussen aanhalingstekens, God van verwarring is. Mm-hmm. En dat hij zijn handen heeft in al deze Bijbels. De enige Bijbel waar hij zijn handen niet op kon leggen was koning James. Dat enige wat de eerste edities van de koning James foutief bevatte, dat waren de apocryfen, die apocryfen. Want daar waren katholieken mee bij, die daarop gedrongen hebben die apocryfen in de King James mee bij te nemen. En in de allereerste edities hebben ze de apocryfen mee bijgenomen. Maar, heel belangrijke maar, die apocryfen waren tussen het Oude en het Nieuwe Testament als eigen onderdeel van de Bijbel erin genomen. Mm-hmm. En op elke bladzijde stond op apocrypha. Mm-hmm. En apocrypha betekent niet geïnspireerde schrift. Mm-hmm. Ja? Dat is heel belangrijk om te weten. En dan in latere edities hebben ze het zelfs terug helemaal eruit gehaald. En vandaag de dag vind je geen koning James met de apocrypha meer. Er zijn er ook veel mensen die zeggen van, ja maar Jörg, je zegt altijd 1611, maar je leest toch altijd de 1769er Bijbel. Ja, dat is waar. Iedereen vandaag de dag leest de Koning James Bijbel in de versie van 1769. Oh. Maar wat is de versie van 1769? Dat is gewoon de verandering dat je in plaats van een I ook een J hebt. Dat is dat je van een W een U hebt. Ja? Mm-hmm. Want vroeger was de W van Victor de U. Ja. En in 1769 hebben ze die spelling aangepast. Ze hebben alleen die spelling aangepast. Ze hebben geen woorden veranderd. Ze hebben er niks uitgehaald, niks toegedaan, niks weggedaan. Ze hebben alleen die spelling aangepast. En die Bijbels die we vandaag de dag lezen, zijn in de spelling van 1769. Maar het is de originele tekst van de koning James. Ja? Yes. Je kunt dat ook zien als je een keer een oude Tyndale-Bijbel hebt, mm-hmm. of als je een Wycliffe-Bijbel te handen neemt. Daar zul je zien dat de U's niet bestaan, maar dat dat W's zijn, dat er geen J bestaat. Dus Jezus wordt geschreven I-E, ja? In plaats van met een J-E, I-E, zus.
Dat is gewoonweg zo. En dus die Bijbels van koning James, of de koning Jacobus, zoals we hem in het Nederlands correct moeten noemen, mm-hmm. de King James van 1611, is eigenlijk de in de versie van 1769. Ja, daar wil ik daar eventjes een keer mee bij zeggen. Wat ik nu even naar voren heb gehaald, dat is dan die oude spelling. Want die kan je dus opvragen bij de website. En dit is de echte 1611 tekst dus. Ah, wij, voilà. Dus je ziet het hier. Hè? Ja. Ik weet nu, ik zie niet direct een J staan, maar dat zal dus ook niet kunnen. Maar dan zullen ik een woord zoeken dat met J begint. Dat vind je hier niet in. Dan zou je waarschijnlijk naar het Nieuwe Testament gaan. Dan zul je zien dat Jezus daar met IE geschreven is in plaats van met een J. Ja. Yes. Dus ik ben op zoek in die Bijbel van de getuigen of Jehova. Maar ik heb dat nog niet gevonden wat ik aan zoeken ben. Maar ik heb het gevonden in de Herder Universal vertaling. Van de katholieken. En dat zijn die apocryfen met binnen. Dus ik heb nu zoveel verschillende Bijbels hier. En iedereen heeft zijn fouten. En geen enkele is correct. Geen enkele. Geen enkele. Ja. In de katholieke heb je de apocryfen drin, daar heb je deze vertaling en ook die een psalm in de Slachter is, een psalm in de Slachter is helemaal veranderd, niet maar alleen 53, maar andere ook. En als ik dat nu vergelijk met de katholieke en de Luther 1545, die zijn d'accord en dat maakt geen zin, dat is zoveel tijd. Ja, daar ga ik kijken naar King James Bible en Esau en dan heb ik de gelijke versie. Dat is dan juist. Wat zou ik doen met 5, 6, 7 verschillende Duitse Bibles en dan kijk ik dit en misschien is het dat of misschien is dat. Dat kan je kan je in de oven schmeißen. Ja, dat is verwarrend. Ja. 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 Gelijk ik al zei, wie is de God van de verwarring? Hè? Ja, oké, okay, maar je ziet de die mensen die vertrouwen op onze Bijbellezing, ja, en we hebben van begin af aan daarbij gezegd, Michael, als we op de Slachter gewesen hebben, dat eigenlijk best is om de koning James daarnaast te leggen. En we hebben altijd gezegd, om op te letten met de Slachter, want daar staan Fouten in, dat hebben we van begin af aan gezegd. Ja. Dus meer kunnen we ook niet doen. Hè? Ja, ja, je kan ook nakijken in de eSort software voor de Psalm 53:6, wat daar staat. Die kan het ook vertellen. Mm-hmm. Daar staat Captivity H7622 in Hebreeuws. Michael, je kunt ook je scherm delen en kunt het ons laten zien. Hè? Ja, dat zal ik doen, ja. Das ist ein bisschen interessanter, dann nehme ich eben das Schirm over, dann kann Perry Trüch straks overnehmen. Okay, siehe das. Und dann könnte ja das, ja, das sehen. Ja, siehe das. Siehe hier der Psalm 53, okay? Ja. 53 says, ja? Oh, when that's God the salvation of Israel, ja. Ja, ja, when God bringeth back the captivity, that's the, that is the Ding, was rum gaat, ja? Mhm. Ja. Ja, das ja. Ist die Ursprung, Exile. Shibuth, or Shibith. Ja, precies, ja. Prisoners, ja, gevangenschap. Ja? Exile. Ja. Heeft dus niks te doen met geschik. Hè? Daar is geen enkel woord wat in de uitleg van 66:17 daarin staat, waar dat woord dus vandaan komt. Ja, dat is de wortel. Ja? Mm-hmm. Daar staat hierin, 76:22 is in feite een equivalent van 76:17. Dat is de wortel, de basis. Mm-hmm. Exil. Concretely, dat wil zeggen dus duidelijk gevangenen. Ja. Ja. Figuratief of visueel bedoeld een former state of prosperity, also een vroegere staat van rijk zijn en gevangen zijn. Daar is geen enkel woord wat ook maar in de verste verte lijkt op het woord feit. Nee. En dat was was dat in Nederlands, was het feit? Lot. Lot, precies. Dus geen enkel woord wat je hier leest in 76:17 is te vertalen met het woord Lot. Ja. Dus dat is een fortieve vertaling. En dan, als dat geen enkele reden heeft, of geen enkele verband heeft met dat woord, dan moet het
een opzettelijk foute vertaling zijn. En dat ja, is dat de is niet, dat, niet, 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 niet de woord van God. Opzettelijk, Michael. Ja. Opzettelijk van die vertalers daarin gedaan. Want dat woord heeft in de verste verte geen betrekking tot het woord lot. Ja, als jij die verwisseling niet gemaakt heeft met de Jesaja 53 en de Psalm 53, dan zou ik dat niet nagekregen hebben. Ja? Neemde jij mij de woorden uit de mond, want dat wou ik al zeggen. Kun ik je zeggen hoe door een stomme vergissing ja. een nog grotere vergissing aan bod komt? Ja. Ja. Ongelooflijk. Ik heb gisteren, hebben we een uitzending gemaakt met Brett en voordat ja. heb ik gekeken en ik was zo boos en ik denk, nee, wat vertelt die Jörg daar, wat is daar aan de hand met de vers 53 en ik was aan grübelen en ik denk, wat meen je en ik heb dan geschreven, meen je Jesaja 53, maar ik heb het dan teruggetrokken en gezegd, nee, daar ga ik nu mee, misschien maakt die een punt die ik nog niet verstaan of wat. En dan kwam ik tot het laatste ding hier van de vers en dat zeg ik, nee. Nu is het echt, nu is het genoeg. Also, dit was de druppel die de emmer bracht tot overlopen. Ja, ja, want je ziet, weet je, als ik dit nu vertaal in Duits, ja, de people, die mensen die van, sorry, met heel verschillende spraken hier, en die mensen die vertrouwen op mij en denken, oh ja, Michael, ah, die mag die Bijbel, Lessies met Jörg en met Perry en doet die uitzendingen met Brett en ook met Daryl, met Tom, met et cetera. En dus mag ik dan zoiets da rein. En op dit moment dat ik dat wist, dat daar echte fouten, ja, fouten drin zijn, ja, dan moet ik elke enkele vers nachkijken. En dat maakt geen zin van zo'n project, ja. Dat maakt geen zin. Dan maakt het meer zin, denk ik, deze dingen te lezen in Engels. Ja, en dan ook voor de toekomst, voor iedere project die ik dan maak met Jörg of met Brett dat dan ik die Engelse King James Bible gebruik en dan vertaald in Deutsch live of mit Google Translator. Want alles andere, dat kostet zu viel Zeit, ja, te veel Zeit. Kost te veel Zeit en is onbegonnen werk. Ja, ja, ja. Akkoord. Ja. Ja, dat is het spijt me dat we nu niet heel veel gaan lezen, maar ik. Nee, we lezen vandaag misschien niet in de Bijbel, maar ik denk dat het voor die toeschouwers ook heel interessant is om een keer te zien waar dat wij ons naast met het woord van God zelf ook nog mee bezighouden. Dat we het correcte woord van God niet alleen voor ons lezen, maar ook graag met de toeschouwers willen delen. Ja? Ik bedoel. Wij geven ons niet tevreden met half waarheden. Wij geven ons niet tevreden met de helft van de waarheid. We willen 100% van de waarheid. En het is 100% waarheid zonder ook maar één deel leugen daarbij. Of anders raken we het niet aan. Ja. Tenminste op dat ogenblik als we daarvan op de hoogte zijn. Ja? Ja. Daar zijn ook dingen, daar zijn wij niet van op de hoogte. Maar dan doen we dat ongeweten. Wij doen dat niet met opzet. Maar deze foutieve vertaling is met opzet gebeurd. Dat is een heel groot verschil. Mm-hmm. En als de mensen dat begrijpen, dan kunnen ze ook begrijpen dat ze ons in die verre kunnen gaan vertrouwen dat we nooit met opzet de onwaarheid zouden vertellen. Maar we kunnen ook maar die waarheid vertellen in die mate dat we ze zelf kennen. Akkoord, ja, dat is, dat is de bedoeling, dat ik gezegd heb, nee, dat kan ik niet doen, want ik moet nu denken dat daar ook verschillende fouten zijn in die andere psalmen. Ja? Ja. Maar dat voor zo'n kleine project, dat nu ook al te vergelijken met die King James en met de Israël, dat maakt niet uit. Ja, ik heb zoveel verschillende projecten die belangrijker zijn. En ik kan ook de Bijbel lezen op Engels en kan dan de vertaling maken in Duits. En samen met Jörg of met Brett. Ja, dat is beter werk.
En meer precies werk. En ik heb 2 of 3 weken geleden heb ik een uitzending gemaakt met Brett Norman op de Sabbat. Mm-hmm. En het kwam over Peter Gabriel en Genesis. En daar heb ik een opmerking gemaakt, heb gezegd nee, dat woord bestaat niet in de Bijbel. En Brett zegt nee, dat is niet juist, dat bestaat daar. Huh? En heb dan ook de scherm gedeeld en heb ook de King James 1611 dan op het scherm gehad. En dan heb je dat gezien. Ik denk, oh mist. Ik denk, Brett, kan je dat uit die uitzending kappen? Mm-hmm. Want, knippen. Knippen. Ja. Ja, want ik wist dat niet, want in de nacht staat dat niet. Ja, en okay. Je zei, ja. Deze soorten van fouten, ja, daar kan ik niet tegen. Ja, daar werd ik echt boos van, want dat is op voorhand, ja. Op voorhand, ja, dat is ja. Op voorhand, ja, dat is niet juist uitgelegd en dat heeft geen relatie naar die oorspronkelijke woord. Ja, dat zie je hier. Als je met opzet bedoelde. Ja, met opzet. Ja. En dat is nu, ik kan het niet precies vertellen, maar ik denk tenminste het 15e of 16e of 17e keer. En dat is nu, genoeg. Dat mag ik niet. Dat doe ik niet in de toekomst. Daar zal ik de King James Bijbel dan lezen. En als het heel zwaar is om te begrijpen in Duits, en ik dat ook niet begrijp, als ik die online translator gebruik, dan kijk ik naar in de Luther 1545. Ja? Maar ik betrouw niet meer de Slachter 2000. Absoluut niet. Dat is nu de zo en zo veelste keer. Het is nu finito. Ja, het blijft jammer natuurlijk. Dat er dus geen goede Bijbelvertaling is in het Duits. Ja, weet je wat ook jammer is? Weet je wat ook jammer is? Dat daar zijn miljoenen van mensen in Duitsland die denken die hebben een juiste Bijbel. Ja, ja. Dat is de grootste jammer. Welke Bijbel wordt in Duitsland het meest gelezen? Boah, ik denk een katholiekse Bijbel. Ik denk de Elberfelder is heel populair. Ja. Ja. En de Elberfelder, de Revised Elberfelder, dat is niks anders dan de NIV. Mm-hmm. Dus dat is een Bijbel van Murdoch. By the way, mm-hmm. Perry, als je wilt, je kunt terug het scherm gaan delen. Ja, ja sorry. Ja, ik zeg het maar. De Elberfelder is dus een Bijbel van Murdoch. Rupert Murdoch, de eigenaar van het Fox-conglomeraat. Mm-hmm. Oh ja. Knights of St. Gregory. Ridder van St. Gregorius. Van de heilige Gregorius. En die is ook eigenaar van de publicatie Zondervan. En Zondervan geeft een King James uit. Dat is heel sonderbaar. Ja. Dus pas op, hè. Hier en daar is er ook nog een korrel van wat er goed is, hè. Van die Zondervan. Want ik heb Zondervan-Bijbels gefunden. Ik heb ze hier in mijn hand. Hier heb ik een Thomas Nelson van 1990 in mijn hand van de Koning James. Maar die in den auto die ik heb, die Koning James, is denk ik een Zondervan-Bijbel. Mm. En dat enige waar je met zo dingen dan moet mee opletten, is met cross-references. Ja? Dus met kruisreferenties. Dus als je bij wijze van spreken in een vers een nota hebt, dat verwijst naar een ander boek, kapitel en vers, om een beter begrip te hebben. Daar moet je mee opletten, want dat is gelijk in de Schofield-Bijbel. En daar worden links gelegd dat je dus het futurisme ondersteunt. Dat is trouwens ook in deze Koning James, die ik hier in mijn handen houd, dat in die Nelson van 1990, van die ik gesproken heb, die in het Nieuwe Testament een Red-Letter-Bijbel is, dat wil zeggen, de woorden van Jezus zijn in rood geschreven, wat heel fijn is, want dan kun je direct herkennen als hij iets zegt. Ja, soms is dat in de Bijbel niet duidelijk, dat dat iets is wat Jezus Christus zelf zegt. Dat is ook schitterend, maar er zijn veel verwijzingen naar de vervulling van Jezus Christus, zijn offering, onder andere, ik denk in Hebreeën 10 of 11, ik
weet niet welk van de twee kapitelen dat precies is. Mm-hmm. En daar zou je eigenlijk een verlinking moeten doen met Daniel kapitel 9. En je weet Daniel kapitel 9, versen 4 tot 27, de vervulling van Jezus Christus als de 70ste week van Daniel. Ja? Jezus Christus, de vleeswording van de 70ste week, zal ik het maar keer noemen. Mm-hmm. En je vindt in de hele Bijbel die ik hier heb geen enkel verbinding van een of andere vers naar Daniel kapitel 9, vers 4 tot 27. In de hele Bijbel geen één. Dus deze hulpmiddelen die ze u daarmee bijgeven, zijn vaak misleidend. Ik wil even ingrijpen, want jij gebruikt het woord futurisme en ik en Michael weten wat je bedoelt. Maar ik denk niet dat onze kijkers het allemaal weten. Ja, als die dat niet weten, dan leg het even uit, Perry. Je hebt er toch de betere woorden voor als ik. Ja, nou, het gaat erom dat het begrip antichrist, wat genoemd wordt in de Bijbel, dat daar drie lezingen van zijn. En er is daar moet je me even helpen, het preterisme. Ja, okay. Ik zal het wel even overnemen, ja. Ja. Dus je hebt drie manieren hoe dat je de Bijbel zou kunnen verstaan, om het eens een keer heel grof te gaan zeggen. Aha. Je hebt het preterisme, historicisme en futurisme. Ja. Het preterisme leert dat het hele boek van de Openbaring, dus het laatste boek van het Nieuwe Testament, afgesloten is. Alles ligt in het verleden, alles is al gebeurd. We leven onder Jezus Christus hier op aarde in het paradijs. Ja. Het futurisme is een tweede, het is gelijk het preterisme, een tweede leugen. Allebei in de wereld gebracht, in de mainstream gebracht, zal ik maar zeggen, van de Jezuïten. Mm-hmm. En het futurisme wil zeggen dat alles wat in de Openbaring geschreven staat, zeker wat dingen die de antichrist betreffen, in de toekomst ligt, in de verre toekomst. Ja. Omwille van Daniel, kapitel 9, van die 70-week-profetie die daaruit gesproken werd, die dus de engel Gabriel, de aartsengel Gabriel, Daniel gegeven heeft, daar zijn 69 weken van vervuld, maar de 70ste week is afgehakt en dan komt er minstens 2000 jaar rood gat, en dan pas wordt de 70ste week vervuld. Dat is omwille van de verkeerde uitlegging van in het Engels het tweede woord van de 27ste vers van Daniel. Misschien kunnen we dat eens een keer open doen als je wilt. Ja. Daniel 9, vers 4 tot 27. Als je dat een keer open doet hier in de Koning James Bijbel, dan zul je zien, als je daar naartoe gaat, dat het tweede woord in de laatste vers, namelijk vers 27... 9, ja, en dan gaan we naar 24, scroll naar beneden, en dan hebben we dus 24 tot 27 in beeld, of zo, ja, nog een stukje. Ja. Ja. Zo. Ja. Het tweede woord in de laatste vers, and he, wordt in de toekomst geleerd, heeft geen betrekking op Messias, op Jezus Christus, maar op de Antichrist. En daarom is iedereen aan het wachten dat in deze satanische natie Israël, zo noem ik het maar, ja, het vleeselijk Israël van vandaag, dat daar een nieuwe tempel gebouwd wordt en dat de Joden terug beginnen offeringen te doen. En dan komt er iemand die gaat een verdrag sluiten met hun en die gaat voor een week, 7 jaar dus, en die zal ervoor zorgen dat de offeringen en spijsofferingen ophoren. Ja. Gelijk hier beschreven staat in vers 27. Nu, als je dat eens een keer volledig wilt verstaan, dan moeten we daar eens een keer minstens één uitzending aan wenden, alleen maar daaraan om u uit te leggen wat dat daadwerkelijk betekent. En ook trouwens de vertaling, zelfs in de Schlachter van Daniel, kapitel 9, vers 4 tot 27, trekt op niks. Nee, is absoluut onverstaanbaar. Daar heb ik drie uur uitzending aan besteed, ook in de tijd. En ik heb toen de King James daarbij genomen en ik heb de King James vertaald naar het Duits en dan heeft het zin gemaakt. Een precieze manier als ik van nu af werk. Ja? De King James neem je als basis en dan kijk je ook, maak je je eigen vertaling en dan kan je het ook vergelijken met de IS-woord. De andere markt heeft geen zin. Nee. En om dus hier terug te komen naar het futurisme, dus in het futurisme wordt uitgelegd dat de antichristus in de toekomst komt, omwille van dat de 70ste week van Daniel tot nu toe onvervuld is. Ja. Dat is futurisme. Dus in het ene is alles gebeurd reeds in het verleden,
de antichrist was Nero, Caligula, weet ik veel, speelt geen rol, wie, ja, en alles is in het verleden gebeurd, daar hoeven we niet meer voor te zorgen. Dan de andere leer van de Jesuiten is, het gebeurt allemaal in de toekomst, daar moet je nu ook geen zorgen over maken. En trouwens, als het dan, of voor het dan gebeurt, heb je nog de zogenoemde rapture, ja, dat is dus de, ik weet dan nu echt niet de vertaling naar Nederlands naartoe, de entrukking in Deutsch is dat woord, entrukking, ja, dus ja. De het uithalen van de kerk, van de heilige, het wegrukken weet ik veel, van de heilige op deze aarde naar Jezus Christus, dat die sowieso aan deze grote tribulatie, aan deze grote, hoe noemde dat in Duits, trübsal, is dat een droevigheid of wat, die grote vervolgingen al niet zullen daarom te gaan leiden, die worden eruit gehaald. Dus je moet je geen zorgen maken, alles is goed. Hè? Je weet dat als je ergens bij een crime scene komt staan, hè, en de politie sperrt dat af met zo'n bandje, en dan komen de politie maar bij u en zeggen, ga maar verder, niks te zien, alles in orde, zo is dat daarmee ook. Ja? Ja. Dat zijn dus de twee foutieve uitleggen van de Jesuiten in de wereld gebracht van Louis de Alcazar, begin van de 17e eeuw, 1614 om precies te zijn, het preterisme, alles is in het verleden gebeurd, en van Francisco Ribera, de Jesuit die in 1590, dat uitgebracht in 1590, 1591 van futurisme, die overigens een paar jaar later overleden is. Huh? How convenient, zal ik maar zeggen. Ja, en dan heb je nog een derde zichtwijze. En dat is de Bijbelse zichtwijze, die gebaseerd is op het historische, op de historische zicht, op de geschiedenlijke zicht. Met andere woorden, die alles meet aan het geschiedenis dat gebeurd is. En dat daaronder verstaat dat een profetie in de Bijbel niets anders is als geschiedenis dat op voorhand geschreven is. En die geschiedenis of die profetieën die al ondertussen vervuld zijn, kundig je vandaag, omdat we in 2020 leven, daaraan meten, want je kijkt vandaag de dag terug naar het verleden en ziet welke profetieën uitgekomen zijn. En je zult zien dat tot nu toe elke profetie van de Bijbel uitgekomen is. En dat noemt men dus historicisme, omdat we historisch gaan kijken. We kijken in de historie, ja. We kijken wat in de historie gebeurt. En als we dan over de 1260 dagen spreken, 1203 score days, die 1203 score years zijn, dan lezen we over, het, over de regering van de antichrist, die dus was tussen 606 en 1866, grof gezegd eens een keer, dan kun je het verhaal, dan weet je van dat de antichrist onder ons werkt. Dat de antichrist het pausdom is. Dat wat elke reformer gezegd heeft. Dat wat Paulus gezegd heeft in 2 Thessalonica kapitel 2. Paulus heeft in 2 Thessalonica kapitel 2 gezegd. En ik weet, ik kan niet de Statenvertaling daarbij halen. Want ik heb, ja, hier alleen de Schlachter en ik heb de Koning James. Anders zal ik eens een keer de Koning James daar open doen. Dat is een van de absoluut meest markante versen als je het mij vraagt. 2 Thessalonicense? 2 Thessalonica kapitel 2. Ja. Dat is echt een van de allerbeste versen die ik mij zo kan bedenken. Die gaat over de antichrist. En als je daar bekijkt, natuurlijk van begin af aan zou men het in feite moeten lezen. Maar zeker vers 7. Ja, daar staat hier in mijn Koning James, en je kunt het hier bij Perry May lezen in Nederlands. Mm-hmm. De Koning James staat: For the mystery of iniquity doth already work. Only he who now letteth will let until he be taken out of the way. Ja? Dus, wat staat er in de Statenvertaling? Compleet correct vertaald. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht. Alleen lijk die hem nu weerhoudt, die hem nu weerhoudt, die zal hem weerhouden totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. Over wie heeft Paulus het hier? He who now letteth shall be taken out of the way. And then, vers 8, and then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth and shall destroy with the brightness of his coming. Ja? Dus hier spreken we over de antichrist. Ja. Dus de verborgenheid, de ongerechtigheid wordt al vrede gewrocht, dus is nu al in werking, zoals de King James het zegt. Ja, dat is oud-Nederlands en hier en daar moet je het een beetje aanpassen om het beter te verstaan misschien. Zeker ik, die ik niet Nederlands spreek van mijn geboorte. Alleen lijkt die hem nu weerhoudt,
die zullen we houden totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. Dus hij spreekt over de regering op dat ogenblik als hij dit spreekt. Wie was aan de regering in die tijd als Paulus aan het spreken was? Caesar. Ja. Of de Caesaren. Ja? Niet Julius Caesar, hè, maar de Caesaren, de keizers van Rome. De keizers van het heidense Rome. Ja. Die weerhouden hem. En als dan zal de ongerechte geopenbaard worden. Ja? De man der zonde, de zoon van de verderfenis. Ja. Ja? Ten welke de Heere verdoen zal door de geest zijns monds en te niet maken door de verschijning zijner toekomst. Ja? Dus hier wordt ganz duidelijk gezegd, de keizer moet uit de weg geruimd worden. Wanneer is de keizer weggegaan? Nou, volgens mij helemaal niet. Maar... Jawel, in de jaren 20 van de vierde eeuw. Constantin heeft zijn zetel verplaatst van Rome naar Constantinopel. Ja. Hij is weggegaan. Hij heeft een vacuüm, een machtvacuüm achtergelaten in Rome. En de bisschop van Rome heeft dat machtvacuüm uitgevuld. En is, zoals Daniel voorspeld heeft in kapitel 7, het kleine horen is gegroeid en gegroeid totdat het oppermachtig werd. Tot 606 de eerste paus kwam. Innocent Bonifacio, ik kom niet op zijn naam. De derde was in elk geval. 606, die de macht kreeg van keizer Phocas uit Konstantinopel. Want de keizer, de Romeinse keizer, heeft vanaf 300 in de jaren 20, ja, da ist Konstantin heeft in 321 het zogenoemde Christendom staatsreligie verheven, tot staatsreligie verheven in het heidense Romeinse Rijk. Ja? Mhm. Dann haben wir in 325 das Konzil von Nicea gehabt. Mhm. Und Konstantin war in der Lob von den Jahren 20, ich weiß nicht wann er präzise, da könnt ihr selbst nicht nachkijken, weggegangen aus Rome nach Byzantium, hat da sein neues Sedel aufgebaut und die Stadt wird nach ihm benannt, Konstantinopel. Ja. Was von da der Dach Istanbul ist, als ich nicht missbin. Okay? Ja. So. Und dus, er geht weg aus Rome, dus. Dat is de vervulling van wat Paulus hier zegt. De verborgenheid, de ongerechtigheid wordt al vrede gewrocht. De paus is al hier, niet onder de naam de paus. Maar de antichrist is al hier. In de vorm van de navolgers, in dit geval zelfs van hemzelf, van Simon Magus. Handelingen kapitel 8, waar we Simon Magus leren kennen. Ja. Heel interessant verhaal. Maar hey, als ik nu doorpraat, hou me een keer tegen. Ik praat nog 3 uur door. Ik kan niet anders. Ja. Dus het punt is gewoon dat hem zegt van de antichrist is al aan het werken, maar er is nog iemand die hem weerhoudt. En als die hem weerhoudt zal weggaan, dan wordt de ongerechtigde geopenbaard. Dus dan wordt de antichrist geopenbaard. Konstantin ging weg in de jaren 20 van de vierde eeuw naar Konstantinopel. En heeft dus die antichrist in Rome achtergelaten, die daardoor dat de keizer weg was, ja, zo, hoe zeggen ze dat in Vlaams? Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel. Niet waar? Ja. Ja? Ja. Dus die heeft met andere woorden dan de macht overgenomen, is gegroeid in zijn macht tussen de vierde en de zevende eeuw. Ja, want begin 600 is ja de zevende eeuw. Ja, in die kleine 300 jaar is hij gegroeid totdat hij uiteindelijk tot zijn macht kwam tussen 606 en 1866, de 1260 dagen die voorspeld waren als regering van de antichrist. Mm-hmm. Zo, en dat is de historische beschouwing. Mm-hmm. Dus je hebt de preteristische beschouwing, alles is reeds gebeurd. Je hebt de futuristische beschouwing, moet niet kijken hier, ga maar verder, niks gebeurt, is allemaal in de toekomst, moet ik geen zorgen om maken. Of je hebt de historische beschouwing en dan zijn ze middenin in de geschiedenis gevangen. Dus, en dat zijn de 3 uitleggen die je hebt. En als je dan weet dat de Jezuïten door middel van Francisco Ribera aan de ene kant voor futurisme, en Louis de Alcazar aan de andere kant voor preterisme de verantwoordelijke zijn om die 2 leren in de wereld te zetten, om het schijnwerperlicht van de paus is de antichrist weg te nemen, dat in het begin van juist deze 16e eeuw was,
Francisco Ribera ja op het einde van de 16e eeuw zijn leer van de toekomstige leer van de antichristen uitgebracht heeft, dat heel de 16e eeuw door geleerd werd door die mensen die eindelijk eens een correcte Bijbel in hun eigen taal in de handen hielden, dat iedereen wist, het pausdom is de antichrist, om dat spotlight, noem ik het maar een keer, dat schijnwerperlicht van die paus weg te doen, moesten andere leren geïntroduceerd worden. En vandaag de dag wordt een elke kerk ter wereld alleen maar futurisme geleerd. En niemand weet meer dat het pausdom de antichrist is. En daarom dat ik er zo de nadruk zet in mijn ministerie, Hour of the Truth, uur van de waarheid, stunde der waarheid, dat het pausdom de antichrist is. En dat we naar historisme moeten terugkijken. Dat we de zicht van de reformers terug moeten hebben. Dat we de zicht van de apostelen terug moeten hebben. Dat we de Bijbelse zicht op de antichrist moeten accepteren. Niet de zicht van een mens, futuristisch of preteristisch, maar de zicht van God. Ja, en dan zullen we de waarheid weten. En ik denk dat ik nu eventjes al uitgepraat ben. Ja. En we zitten ook over het uur. Dus het is een mooie tijd om het te gaan afronden. Want ik vind het wel een goede uitleg die je gaf over het futurisme. En ik vind het ook belangrijk dat mensen op de hoogte zijn van het gevoetel, zoals ze in Limburg zeggen, met de Bijbel. Er wordt mee gerommeld. En daar is uiteindelijk dan deze uitzending dan over gegaan, in plaats dat we Genesis 10 gingen oppakken. Hebben het daarover gehad, dat je goed moet opletten welke Bijbel je eigenlijk leest. En ik vind het dan fijn dat wij de King James, de koning Jacobus, 1611 gebruiken. En dat is een mooi helder uitgangspunt. En de Statenvertaling, ja, die klopt Barry. Ook. Ja? Barry? Ja? Ik zou voor één plezier vragen. Kun jij Genesis 3:1 lezen in Nederlands? Dan weet je waarom die Bijbel zo slecht zijn. Ik pak hem erbij, Genesis. Ja, bedankt. 3, vers 1. Ja. Ja, zal ik hem voorlezen? Ja. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, het welk de Heere God gemaakt had. En zij zeide tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van allen boom deze hofs? Ja, precies. Ja, waarom de slang was listiger. Ja. Waarom was die listiger? Goeie vraag. Kom maar. Ja. Die was listiger. Want die was possessed. Bezeten. Van de geest van Satan. Ja, precies. Ja. En Satan was de slimste, de mooiste, de beste, bij wijze van spreken, engel in de hemel. Tot hij, hoe zeg je dat, iniquity. Trots. Iniquity was found in him. Hoe vertaalde je dat naar het Nederlands? Iniquity, ongerechtigheid. Tot dat ongerechtigheid in hem gevonden werd en hij des hemels verwezen werd. En dus in de slang trok. Dus het is niet de slang die listiger was dan het gedierte van des velds, maar het was de geest die de slang bezeten had. Ja. Waardoor die slang tot de vrouw sprak. En toen begonnen de problemen op deze aarde. Goeie punt, Michael. Ja. En dan zijn we tenminste terug bij Genesis, hè? Ja, dan komen we toch nog ergens terecht. Nou heren, hartstikke bedankt voor het bijwonen en vooral aanvoeren van deze mooie discussie. En toch wel tof dat we toch iets heel moois, duidelijke dingen hebben gezegd over de onduidelijkheid. En dat er wel degelijk een bijbelvertaling is, namelijk de King James of de koning Jacobus, die je kan nemen als uitgangspunt. En dat de Statenvertaling zo slecht nog niet is. En dat de Slachterbijbel problematisch is. Ja. Wil jij nog wat toevoegen, Michael, ter afsluiting? Nee, bedankt Perry en bedankt Jörg en bedankt luisteraars voor jullie tijd.
En ik vond het heel belangrijk dat ik die punten kon maken. Want ja, dat is nu een heel zware punt. En dat is ook voor de toekomst de juiste beslissing, denk ik. Ja? Ja. Want wij maken hier geen compromissen. Ja? We zoeken de waarheid. En de waarheid is Jezus Christus. Ja. En dat is de enige geest die ons op dit moment hier in de waarheid leidt. Ja, en staat oké, dat 53, kijk maar uit, Michael. Misschien is daar iets waar je niet overeenkomt. En dat is nu de juiste tijd om de mensen te vertellen dat wij geen compromissie maken. Ja? Wij tolereren geen fouten en wij zijn op de zoek naar de waarheid. Ik ook. Ja. En jullie ook. Okay. Mm-hmm. Nou, jij nog een laatste woord, Jurk? Nee, ik ben alleen met jullie dankbaar dat ik nog eens een keer over de futuristische leer heb kunnen gaan vertellen. Ja. Want dat drijft mijn hele ministerie en... Ik ga binnenkort, ik heb me die twee boeken besteld, ik ga binnenkort twee boeken lezen van Steve Wolberg in Engels. Mm-hmm. En dat eerste boek noemt Exploding the Israel Deception. En als je dat in Engels gaat volgen, dan ga je verstaan waarom dat de hele wereld in de leugen leeft met de staat van Israël en de antisemitisme en waar dat allemaal vandaan komt. En dat allemaal één grote duivelse leugen is. Precies als hier in Genesis 3:1 staat. De slang was listiger dan al gedierte van het vels. De slang praat vandaag niet meer tot mensen. Mm-hmm. Maar er zijn wel mensen die met gespleten tong naar andere mensen praten. En dus de positie van de slang in de garten van Eden overgenomen hebben. En dat zijn voornamelijk Jesuiten die bezeten zijn van de geesten van gevallen engelen en van de geest van Satan. En die te ontmaskeren, dat heb ik mij tot opgave gemaakt in mijn ministerie Hour of the Truth. En evenzo vecht Michael daartegen en vecht Perry daartegen. En daarom willen we met jullie in deze lezingen vooral de Bijbel met elkaar delen. Het woord rots, dat zo belangrijk is om te verstaan. Maar je moet ook begrijpen dat er maar één correct woord van God is. En dat moet je begrijpen. Want anders word je verward, gelijk wat we straks al vastgesteld hebben. En als er verwarring bestaat, dan daalt het geloof. En het geloof is het enige wat je hebt. Want uit het geloof komt hoop. Dat lijkt mij ook, ja. Ik heb hier niets aan toe te voegen. En tegen de kijkeraar zeg ik heel getrouw op zijn hamburgers. Tjus. En tot de volgende Bijbellezing die ongetwijfeld wel gaat over Genesis 10.